afsluiten doen we met een van de populairste sporten in de Verenigde Staten, baseball. De sport telt meer dan 15 miljoen spelers en iedereen heeft wel al eens gehoord van de New York Yankees. En baseball, dat opnieuw op het Olympisch programma staat, wint in heel Europa aan populariteit, ook bij ons. Zo zijn er in België 44 clubs, waarvan 31 in Vlaanderen, met in totaal 4000 leden en 3000 actieve spelers. De beste Belgische spelers, de Red Hawks, nemen volgende week in Nederland deel aan het Europese Super Six-toernooi. Gisteren oefenden ze tegen Spanje, de vissen Europese kampioen. En wij stuurden Inge van Mensel. Veel mensen die zeggen, oh, dat duurt zo lang en dat is saai om te kijken. Maar dat ze dat niet snappen. Echt niet. Je moet het zien en dan gaat het wel verstaan. Baseball is een thinking man's sport, dus je moet vooraf vooral veel nadenken. Er komt heel veel tactiek bij kijken. Als je het een beetje van naderbij bekijkt, kan je toch zien dat het vrij veel over explosie gaat. Dat je toch direct een swing moet maken, hard moet gooien als pitcher. In het veld direct moet reageren op een geslagen bal. Dus ja, saai vinden wij het uiteraard niet. Hey boy! Sven Hendricks coachte de Red Hawks al 10 jaar naast zijn vaste job als politieman. Toen wij starten waren wij nummer 42 in de wereld en momenteel staan we 29ste, dus ik denk dat die progressie wel vrij goed is. Mijn motto is een beetje, we zijn wel amateurs, maar we proberen het zo professioneel mogelijk aan te pakken. 1, 2, 3. Op het laatste EK in 2016 werd België 6e. Nederland won de titel. Ja, eerste keer top 6. Ik bedoel, top hè. 2016 was een topjaar voor de nationale ploeg. Ja, de ballen vlogen van de bed, echt waar. Dat was echt, ja, dat was zalig om te zien en ja, daardoor top 6. Echt, ja, zalig. De kloof met de Europese top is nog groot. Als je kijkt naar Nederland en Italië, die rekenen op enorm veel jongens die in Amerika spelen. De kloof naar de 2 eerste, 3 eerste, denk ik dat we momenteel nog niet kunnen overbruggen. En de reden is vooral ook ja, budgetten. Als je kijkt naar Duitsland, die een budget hebben van €800.000 voor het baseball en softball tezamen, waar well, ik schat 600.000 naar baseball alleen gaan. En als je dan kijkt naar ons budget, ja, dat is nog geen % natuurlijk van dat budget. Thomas De Wolf is de enige profspeler bij de Red Hawks. Hij was de eerste Belg die op zijn 17e een contract tekende bij de New York Mets. Ja, het is een dream come true. Hè? En dan vragen ze altijd van waar komt en zeggen de Belgen en zo. Huh? Spelen ze daar baseball? Ja, ze spelen hier baseball inderdaad. Ja. En top 6 van Europa. Ik bedoel, we doen het beter dan je denkt. Tot het hoogste niveau, de Major League Baseball, geraakte De Wolf niet. Maar hij bouwde wel een mooie carrière uit in Duitsland en Italië. Ook Drew Jansen testte deze zomer al eens in Amerika. Hij is 18 en pitcher. In Amerika die staan die op een veld te gooien, te slagen. Die zijn er elke dag mee bezig, terwijl wij in België ja, elke dag eigenlijk moeten werken. En dan na de uren, dinsdag, donderdag, 2 uurtjes kunnen trainen. De grote droom voor mij persoonlijk ooit in Amerika te kunnen spelen. Omdat het echt wel het mecca is van de baseball. Dus voor mij Amerika. Een andere droom is met de Red Hawks naar de Olympische Spelen. In Tokio is baseball er weer bij, maar er mogen amper 6 ploegen deelnemen. Dat is een verre droom. Het is niet echt realistisch momenteel. De top 5 van het EK in 2019 gaan naar een Olympic qualifier met de beste van Afrika. En van dat toernooi gaat er 1 naar de Olympische Spelen, de winnaar. Maar om die te winnen, dat is een brug te ver.